Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag heb je het aan de titel en thumbnail wel kunnen zien. Ik heb weer een kringloopvideo voor jullie. Ik heb deze eigenlijk een beetje onverwachts gefilmd. Ik was namelijk met Romaan, dat hebben jullie kunnen zien in mijn weekvlog. En toen zijn we samen gaan kringlopen en ik heb het ook gefilmd. Dus vandaar dat ik weer een kringloopvideo heb. Ik wilde wat minderen daarin en dat zal ook een beetje wel gaan gebeuren. Sorry voor degene die het super super leuk vinden. Maar ik merk gewoon dat ik... iets te veel video's erover aan het maken ben en dat het iets te veel is. En ik wil niet dat mijn hele kanaal eigenlijk alleen maar kringlopen gaat zijn. Dus ik hoop dat je het begrijpt en hoop dat je het leuk vindt. En ik hoop dat je ook nog kijkt voor mijn andere video's. Zo niet, dan gaan we nu gewoon heel snel kijken naar de kringloopvideo. We zijn naar 3 kringlopen geweest, een event geweest. En daarna ben ik nog naar een kringloop geweest en die heb ik gewoon even achter deze video geplakt. Dus heel veel... beeldmateriaal van verschillende kringloopwinkels die super, super leuk waren. Dus veel plezier met kijken. Ik weet nou niet of dit nou een soort van poef is of niet. Maar hij is wel stuk, helaas. 12,50. Kijk, deze spiegel, die zag Ro en ik net, echt super mooi. En hij past heel erg goed bij een Pinterest ding die ik heb opgeslagen. Ik zal hem eventjes erin editen, dan kan je hem zien. Echt super, super mooi. Maar ik heb er nu, ja, eigenlijk wel plek voor, maar ik ga het nog niet doen. Kijk, we hebben hem even opzij gezet. Ja, oh, hij is wel echt mooi. Ook is hij niet zo... Heel mooi. Zo wat dan? Lang was. Ja. Ik dacht, hij zou maar ongeveer tot hier of zo. Nee, hij is echt zo mooi. Wil jij hem niet? Ja, ik zit nu echt wat te twijfelen. En waar zou je hem zetten? In mijn kantoor. Ja. Of in mijn slaapkamer 3. Heel mooi. Ja. Holy shit. Wacht, hoeveel was die? 25 of zo? Oh, dat is gek. Oh, Ellie, we kunnen niet tillen hoor. 25, ja. Ja. Hij is heel mooi. Prachtig. En het is een bijzondere vorm. Ja. Jongens, het gaat mis. Ik vind hem te leuk. Ik wil niet weglopen van de spiegel. En ik help ook niet, want nee, ja. Je moet hem gewoon nemen, je moet hem gewoon nemen. Ja, nee, en mee moet hem niet nemen. Echt mooi, wat de fuck. Nee. Zie je, dat bedoel ik. Dus, ik zou hem nemen. Ik zou, als ik jou wil, zou ik hem nemen. Het is echt zo'n kaptafelspiegel, zo mooi. Slaapkamer 3 wordt onze kleedkamer. Ja. En waar ik ook dus zeg maar mijn sieraden, mijn scrunchies en allemaal ga neerzetten. Dit was natuurlijk vet. Ja. Dus ik heb eigenlijk 2 plekken in huis waar die nu zou kunnen. En anders, dan krijgt iemand anders hem. Dus... Ja, dus dan ga ik hem wel weer verkopen of zo. Hij is wel zwaar. Hij is mega zwaar. En wat ook echt heel mooi bij dit is, want het is een beetje een soort van oud roze beige-achtig. Ja, dat vind ik nice. Pluimen erbij. Pluimen passen overal bij. Droogbloemen. Want ik had, voor de mensen die dat misschien wel weten, ja, ik had een ronde roze spiegel in mijn slaapkamer, kleedkamer in het vorige huis, van Meet. Ik heb toch een houten ronde en die roze ronde. Ja. Die roze is kapot gegaan in de verhuizing en het is een beetje deze tint roze. Ja, ja, dat is de kleur is heel mooi en de vorm is prachtig. Ja, ik vind de vorm ook zo leuk. Nou, ik denk dat het duidelijk is, hè? En hier zijn best wel veel lijstjes en eigenlijk heel vaak vind ik ze echt mega lelijk. Maar deze is mooi, die is mooi. Dit is wel een beetje bijzonder. Wel qua look en feel op zich ook wel mooi. En Ro heeft net een heel erg mooi lijstje. En hier, dit is van bamboe. Ja, mooi. Ook echt mooi. Ze hebben echt mooie dingetjes. Deze is ook echt super mooi. Nog helemaal in plastic. 4,50 euro.
Ook netjes. Ik zie nooit dat het zo mooi is bij de foto's. Dat het zo geordend is. Nee? I like. Dat je denkt, ja, wie gaat dit nu kopen, hè? Ja, weet ik niet. Ja, als je dit echt hard vindt. Ja, kijk, dit snap ik misschien nog wel. Of is het niet zelf gemaakt, nee. Ja, maar dan kan wel een meisje in de kinderkamer kan ze dit nog wel mooi vinden, inderdaad. Ja. Maar ja, ik bedoel dit. Maar hoeveel kost dit dan ook? Daar ben ik wel benieuwd. 1,50, hè? Ro en ik hebben even pauze. Mm-hmm. Een academia koekje met wit chocola. Mm. Ja, en we staan Volendam. Daar staan we. We gaan zo vis eten. En we zagen, of in ieder geval, ik had het niet gezien, zag een oliebollenkraam. Zo'n Hollands gebak, weet je wel, met berlinerbollen. Als ze oliebollen hebben. Ja, ik wil het. Ja. Morgen gaan we naar een vintage sale. Mm-hmm. Ook echt zin in. Op aanrader van jullie. Ja, ik had het in mijn DM gekregen. Mm. Van een Instagram kringloopaccount. Twintage. Ja. Mm. Zij had me een DM gestuurd. Ja. En als het goed is, ze staat daar zelf ook. Oh, echt? Ja, maar ik weet niet hoe ze eruit ziet of whatever. Dus ik hoop dan maar dat ze dat zegt... Ja, weet je wat kut zou wezen, hè? Als iemand nu voorbij loopt met iets heel moois. Maar wij nu in de auto aan het wachten zijn. Ze werd tevreden in de auto. We moeten door. Inmiddels zijn we aangekomen bij Noppes in Volendam. Een kringloopwinkel waar ik al een tijd niet ben geweest. Ik ben ook maar één keertje geweest. Heb toen alleen maar bij de kleding gekeken. En we zijn nu natuurlijk een beetje bezig met home decor kijken. Romana was nog nooit geweest. En deze kringloop stond in zo'n overzicht met de top 10 kringloopwinkels in Noord-Holland. Dus toen dachten we, nou dan gaan we gewoon naar deze. Moeten we naartoe. Dus nu staan we voor de deur en gaan we naar binnen. Oh, spiegel. Ja, cool. Wauw. En mee. Ze zijn heel mooi. Heel mooi. Hoe duur is het? €20. Mm-hmm. Ja, ik vind ze mooi. Voor in de woonkamer. Voor naast je bank. Gewoon eentje. Ja, mooi. Heel mooi. En hij is facet geslepen. Kijk waar we nu tegenaan lopen, jongens. Gewoon weer, hè? Maar ik vind die ander was nog wel mooier, hoor. Maar je vertelt waarom je het niet hebt gekocht. Oh, deze is €5. Kijk het verschil. €15 verschil. Nee, ja, ik twijfelde iets te veel. Oh, deze is nog... Ja, niet nog mooier, maar ik vind dat het facet geslepen facet is mooier. Facet is nice, ja. Maar ik vind dit een beetje een saaie kleur. Ruim. Ja, maar dat kan heel leuk... Ja. Jeetje. Jeetje. Je deze erop zien. Ja. Even andere kussens erop doen. Wauw. Wacht even hoor. Het is gewoon een soort van tuinkussen. Ja. Oh, ik had go. Wat cool. Kijk, dit is pas een... Dit is pas een eye catcher. Hoeveel kost deze? Weet niet. 30. Oh ja. Nou, dat vind ik netjes. Dat vind ik heel netjes. Hij is helemaal mooi, hè? Ja. Wat voor... Het is jammer, want wat voor... Ik zou dan alleen een zo'n kussen doen. Hier. Ik weet niet of dat lekker zit. Is er ergens alleen een kussen? Oh ja. Nou, nu wil ik heel even naar deze kijken. Ja, hij is wel heel erg cool. Oh my god. Ro, ik vind deze ook echt heel mooi. Echt mooi, hè? Ik dacht dat het een kus was, maar het zat al in de stoel. Oh! Kijk, dan doen we alleen even het zitgedeelte. Dan kan je voelen hoe het is. Wat doe jij anders? Oh, dit gaat niet. Kijk mij. Ja. Waarom met het bandje ook echt? Waarom doe ik mezelf aan? Oh nee, het zit niet lekker op je rug. Nee. Ik zie mezelf wel zitten, hoor. Ik vind het wel een hele coole stoel, hoor. Ja, hè? Ja. Maar nee, kijk, moet jij... Nee. Maar hoe zit het met dit ding? Want je kan er misschien zelf stofferen. Ja. Ja, dat zit lekker. Ja. Ja, dat zit lekker. Ja, lijkt mooi, hè? Ja. Ja, wel mooi. Goed. Nou. Joejoe. Ja, wat ga je doen? Ja, ik weet het niet. Ik vind die spiegel ook echt heel mooi. Ook weer een fucking zwaar. If you need to learn how to talk to a lady,
Ik vind deze echt zo ontzettend cool. Maar je zit geen lamp in, dat doe je dan zelf, zeg maar. Dit aan je plafond. Oeh. Echt heel cool. Ik ben benieuwd wat het licht dan een beetje gaat zijn uit zo'n ding. Oeh. Ja, 2,50. Ik snap ook wel waarom. Deze is verkeerd om opgehangen. Kijk, deze bank is best artsy. Kijk deze nou. Dit is gewoon, komt ook weer gewoon terug hoor, dit soort dingen. 10 euro. Not gonna lie. Ik vind het leuk. Nou, Rodi heeft andere zwaar gekocht eigenlijk, maar ze ziet er helemaal weer. En we gaan nu naar boven. Beneden is het hier niet zo heel erg groot. Daarachter zit dan kleding. En dan rechts, zeg maar, zitten nog kleine meubelen. Ik heb misschien iets voor TTT gevonden, maar ik moet nog even kijken. En boven is dan kleingoed en zo. Dus daar gaan we nu kijken. Zo mooi. Ik liet hem bijna vallen. No, please don't. Mijn noppes hebben een aantal hele leuke onderzetters. 1 euro per stuk. Leuk. Wijn. Ik ben er allemaal dingen aan het aansmeren. Die, andere dingen. Allemaal meenemen. Ja, maar echt. Ja, ik denk nu ook... mag ik een keer. Dat ik echt denk, ik heb het echt nodig. Maar hier... Gelukkig is ze wel kritisch. Ja. Anders ging het niet goed. Het gaat al vaak. Hij is heel mooi. Ja, want ik zei tegen haar, als je hier dan gewoon een kaars op doet. En bijvoorbeeld, want Roos is heel erg van kristallen en dingetjes. Dus als je die dan eromheen doet. Ja. Of edelstenen. Mooi. Sorry. Hij is heel mooi. Echt prachtig, man. Ja. En dan allemaal handmade wood from New Zealand. Ja. Ja, it's pretty. Dat ging even niet helemaal goed. Ik weet niet wat er was gebeurd, maar dat is het enige beeldmateriaal wat ik heb van... de intro van een nieuwe kringloop. Maar we waren naar Wieringenwerf gereden. Dus vanaf Volendam zijn we naar noorden gereden. Wieringenwerf, of het noorden van Noord-Holland een beetje. En daar was nog een rattenplan waar we nog nooit waren geweest. En ook deze stond in zo'n top 10 beste kringloopwinkels van Noord-Holland. Ik heb dat gewoon gegoogeld trouwens. Dat is niet iets heel bijzonders. Je kan alles googelen wat je wil. Want ik krijg heel vaak vragen over. Maar ik heb volgens mij een heel oud artikel gegoogeld van 2018 of zo. Met beste top 10 beste kringlopen. Zoek het en ga je zo vinden. Dus, maar dit is in ieder geval wel zeker een aanrader. Dus blijf kijken. Ja, ze zijn heel cool. 12,50 maar. Per stoel. Kut, sorry. Ze heeft al stoelen. Oké, gelukkig. Maar ook wel leuk eigenlijk. Ze hebben goed schoonmaken. Ja, ze zijn mooi. De webbing is nog helemaal intact. Ik vind deze ook echt leuk. Plantentafeltje zou je ervan kunnen maken. Leuk. Leuke kleurtjes. Oké, ik heb net deze lamp gevonden. Het is echt mega, mega zwaar. Een soort van marmer. Helemaal rond. 8,50. Oh, ik vind hem zo mooi. Moet je deze lamp kijken? Maar dit is weer dat marmer, zeg maar. Oh, niet aan mij geven, hè? Nee, oké, is goed. Oh, ik schrok. Oh, ik had hem niet. Ook schrok. Wauw. Oh, er zit een kaars in. Oh, ja, een lamp. Oh, mooi, hè? Ik vind hem zo mooi. Ga je hem zelf houden? Ik denk het wel. Oké, anders moet ik ook hier. Ja, die is mooi. Deze kledingkast is heel kort. Ja. Want dan zei ik dus met die lange kledingkasten in mijn huis. Oh. Maar hij is wel een beetje scheef. Zie je dat? Oh, misschien ligt het dan... Mag ik laten kijken naar de snoertjes? Naar de... Of er ergens iets mis is dan? Wauw, dat is wel mooi, hè? Oh, wacht. Maar volgens mij zit ook nog... Dit is een soort tv-meubel. Ja. Podcast. Want daar zijn ook al de gaten voor de snoer. Oh, ja. Maar heel mooi. Ja. Ik ga even snel hier. Echt tussen dit soort dingen kijk ik nooit. Maar ja, misschien vind je er wat, hè? In dit geval niet.
Nee. Wijnrekkie. Dit is echt serieus een mooi parasol. Heel. Wit. Hout. Wow, zit een spiegel daar. Ik wou net zeggen, mega spiegel. Wat lekker hier. Wow, ze hebben best wel mooie grote meubelen. Heb je een parasol thuis? Ja, ik heb wel een parasol. Ah. Maar zo mooi, 30 euro. Ik heb nog nooit zo'n mooi gezien in Kringloop. Parasol? Ja. Ik heb volgens mij nog nooit een parasol gezien in Kringloop. Of in ieder geval niet echt. En de kleding slaan we eigenlijk een beetje over. Misschien dat we zo meteen nog gaan kijken hoe ligt eraan hoe snel we hier klaar zijn. Kun je sokken en zo in doen? Ja. Oh jeetje, oh god. Het is, ja, ik wil het niet zeggen, maar het lijkt een soort van urn, zeg maar. Dus, maar ik schrok ervan. Ik dacht dat ik hem gewoon kon oppakken. Maar wat is het? Nee, ik denk niet dat het echt een urn is. Heel mooi. Ja. Very nice, very nice, very nice. 12,50. Mooi bed. Wat is altijd leuk bij de Kringloop? Leuk muziek. Oh ja. Nou, niet altijd hoor. Nee? Nee. In Noppes Volendam was Jan Smit stond aan. Echt? Ja. Mm. Oh, cute. Maar wat dat bakje dat erin zit. Jammer uit. Ja, maar hoort hij er eigenlijk wel in? Weet niet hoor. Dominicaanse Republiek. Ding. Oh. Sorry mensen. Hey. Excuseer me. Gisteren zijn we dus naar 3 kringlopen in het totaal geweest. De derde kringloop heb ik niet echt meer afgesloten. Maar dat was echt super, super vet. Ik heb ook echt hele, hele mooie dingen gekocht. Romaan had dus in de eerste kringloop iets gekocht wat we echt allebei wilden hebben. En nu heb ik iets in de laatste kringloop gekocht wat we allebei wel willen hebben. Die lamp. Ja, oh my god. Zo mooi, ik ben er zo blij mee. Ja. Moet alleen even wel een ander lampje nog ervoor kopen, zeg maar. Denk ik dat de full experience dan nog beter gaat. Ik zal even snel laten zien wat voor kleurlampje erin zit. Maar ik heb nu geen tijd om het helemaal te laten zien. En dan doe ik het anders te snel en dan kunnen jullie het niet zien. Oeh, goed, of we binnen ook gaan schoonmaken. Wacht even. Kijk, er zit zo'n roze lampje in. En ik dacht, nou, misschien juist wel een warme gloed. Maar het is wel echt een roze gloed, zeg maar. Dus ik wil gewoon een... Ik denk dat een wit lichtje trouwens nog het, misschien ook nog wel... Hè? Ja. Ja. Maar ja, dus het dat... Het is al warm. Ja, klopt. Nou, en zoals jullie horen, Roos blijft slapen. Want de hele reden eigenlijk... Een uil. Hij zit hier. Hij zit op mijn schoorsteen. Maar volgens mij is het gewoon een duif. Oh, wat een domme opmerking. Ik was helemaal, wow! Maar de hele reden eigenlijk van deze sleepover was dat we vandaag naar een vintage sale gaan. En dat is 1 keer in de maand of zoiets. Dus van de laatste zondag van de zaterdag van de maand. Reliving is een website met kringloopspullen die ze verkopen. Dus eigenlijk een beetje wat ik met TTT doe, doen zij met een website. En zij doen het volgens mij echt al jaren en supergoed, want duurzaamheid. En nu is het gewoon een soort van sale, dat je in een soort van hun showroom kan lopen volgens mij. En andere verkopers kunnen dan ook gaan verkopen. Dat is in ieder geval een beetje wat ik heb begrepen. Entree was gratis, maar we moesten ons wel aanmelden. Er waren eigenlijk shifts en ik denk dat dat een beetje was door corona. Maar nu hebben we een mail gekregen dat de shifts weg zijn, dus dat je de hele dag mag blijven. Nou, wij gaan er gewoon echt om 10 uur zodra het begint heen. Hopen dat het nog een beetje rustig is. Want wij hebben ook echt de shift besteld van 10. En andere mensen van 11 of 12 of 1, weet je wel. Dus ik hoop dat die mensen die hem om 12 hebben ook gewoon pas om 12 komen. We gaan volgens mij ook zelfs, nou ja, we hadden het echt gezegd, we gaan 9:45 er zijn. Redden we nu niet helemaal, maar we zijn al iets voor 10. Dus daar gaan we nu naartoe. En ik hoop dat we daar ook nog wat kunnen scoren. En dan ga ik even kijken of het al genoeg is voor een video. En dan gaan we gewoon naar nog een kringloop. Oké, het is op het industrieterrein bij Amsterdam Sloterdijk. En we dachten dat het heel druk zou zijn nu al, maar dat valt nu al mee. Er stonden wel wat mensen buiten. Wij zijn er niet. Oh, de deur is open. En wij zijn er niet om 10 uur of 9:45 geweest. Maar dat is maar casually late. Maar gewoon gelukkig, want anders stonden we een kwartier gewoon in ons eentje te wachten waarschijnlijk. Ja. Maar heel erg benieuwd en we gaan het eventjes laten zien. Ja, en echt heel leuk. Die tafels zijn ook mooi. Oh ja. Ja, man. Echt gorgeous. Ja, hè? Ja, dat dacht ik al wel. Kapstok. Dit zijn die dingen die we allemaal, ik zou alles willen hebben. Ja. Weet je wel? Oh, die nachtkastjes zijn echt leuk. Wat zijn die nachtkastjes? Ja. Alles mooi.
Oh jeetje, jeetje, jeetje. Ik wil alles hebben. Het is zeg maar niet overdreven dat we gewoon echt alles willen hebben. Het is niet normaal. Rodi schiet alle kanten op. Oh, deze kast ook. Wow, dit is vet bijzonder. Kaarsen. Prachtig. Deze is helaas een beetje te groot voor bij mij. Maar echt heel cool. Oh, kijk, een hartje. Pas zijn 17,50 voor de set van 5. Ja. 15 euro. Oh, sorry, ik steek het. Maakt niet uit. Ja, Ro heeft net glazen gezien. Ja. 100 euro. Ja, het is echt prachtig. Super mooi. Ja. Oké. Hier zijn nog allemaal gewoon dingen. Ik denk dat als er nog wat verkocht wordt, dat het weer erbij gezet kan worden. Oeh. Kijk, dit is echt mijn ding. Echt super leuk. Oeh, de flessenrek. Dat flessenrek. 12 euro. Oh. Oh. Nee, niet doen ermee. Er worden hier ook allemaal dit soort setjes verkocht. Die is 7 euro. Oh ja. Leuk. Het is ook wel rustig. Ja. Ik moet er leven. Weet niet. Heel leuk. Moet je een hele mooie lampbol, weet je wel, dat die ook mooi te zien is. Mushroom lamp, ook heel cool. Ja, wij zouden echt alles willen kopen. Kijk, hier is nog een lint. Maar kijk, dit nachtkastje, of dit kastje. Die, ik zou hem echt heel graag willen. 40 euro, ik wil hem. Ik heb helaas geen nachtkastje nodig. Ik heb bijna niks nodig, helaas. Oh, als je deze set in je tuin hebt staan, oké. Okay. Oh mijn god. Dat heb ik nou altijd. Ro, die vindt ook echt van alles. Die heeft al best wel veel gekocht. Ik niet. Ik heb gewoon die dingen nog niet nodig, omdat ik het allemaal heb. Maar ik heb zelfs, als ik hier nu rondloop, het gevoel van shit, waarom heb ik nou alles al? Waarom wist ik niet dat dit bestond? Want ik heb hier, je ziet hier allemaal van alles. Ik heb alleen wat ik wel nog echt nodig heb, bijvoorbeeld een tv-meubel en een salontafel. Die heb ik dan net niet gezien. Maar ik zag andere kasten en alles. Het is niet normaal. Niet fucking normaal. Oké, we zijn eventjes aan het snacken. Van lemon poppy seed cake. Echt zo lekker. En Ro heeft dan een appelsapje. En weer een beetje een overzicht. Het is dus niet mega groot, maar wel echt groot genoeg. Nou, Ro en ik zitten weer in de auto. En Ro die heeft best wel veel gekocht. Ik heb niks gekocht, maar wel echt zoveel gezien. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben gezien. Het was echt een leuke haul. Ja. Allemaal prijzige dingen, dus niet denken, want het is natuurlijk de kringloopvideo. We gaan van wat goedkopere prijzen hier naartoe. Dat is niet te vergelijken. Ja, het is wel een verschilletje. Ja. Ik denk dat we het beter andersom hadden kunnen doen. Dat je dan nu de prijs ziet en daarna de van zijn kringloop. Ja. Nee, maar het was echt super, super leuk. Hey, inmiddels ben ik niet meer met Romane, maar het is nu een aantal dagen later en ik ga nu nog naar een kringloopwinkel. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon erachteraan plakken, want dat past prima in deze video. En ik denk niet dat jullie het heel erg vinden als ik er nog een kringloop aan vastplak. Ik keek namelijk een vlog van Diana, die is voor Dazzle. En zij ging naar Rattenplan in Hoofddorp. En daar ben ik nu ook naartoe gereden. Ik was er namelijk in de buurt. Volgens Diana was deze Rattenplan nog niet heel erg oud. Vrij recentelijk geopend en blijkbaar echt super vet van binnen. Dus toen dacht ik, let's go. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben natuurlijk nog steeds op zoek naar een aantal dingetjes. Dus het zou geweldig zijn als ik iets leuks kan kopen. Nou, kom maar mee jongens. Eerste indruk is al goed. Heel breed opgesteld. Running on a steam every day be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. They all want something now. I don't got the time to go and fuck around. See my eyes got money bags, I don't rest. I might be a Nike fiend, I need my checks. Headed for the limelight, ain't just hype. It's not overnight, I take my advice. I'm gonna do
just right, feeling nice, what's the price, yeah? Do not live in twice, yeah. My fam on my spine, yeah. Dream be getting sliced like a lime, never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Ik snap echt heel erg goed wat Diana bedoelde. Er staan hier zoveel mooie en veel dingen. Oh, ik weet ook gewoon niet waar ik moet kijken. Oké, ik heb niet heel erg veel gevonden, maar wel een aantal echt superleuke dingen waar ik heel erg blij mee ben. Ook voor TTT een aantal dingen, dus het was sowieso gewoon heel erg leuk en heel erg succesvol. Ik had gewoon alleen niet heel veel dingen nodig, vandaar dat ik misschien niet zoveel heb gekocht. Maar ja, anders ga ik alleen maar onzin kopen en daar ben ik gelukkig wel wat meer van af aan het stappen. Oké. Allereerst een lamp die jullie wel al hebben gezien. Die is echt mega, mega zwaar. Maar ik wil het nog heel eventjes goed laten zien. Echt zo'n hele zware... volgens mij is het iets van... Alblast? Ik weet niet wat het is, maar het is een soort van marmer. En het is heel erg zwaar en ik vind hem zo super cool. En dit was dus dat rozige lampje dat ik liet zien. En daar moet ik nog wel even een ander lampje voor zoeken. Maar ik zou even een aanbeeld laten zien. Of aanbeeld. Ik bedoelde niet dat ik hem aan ga trekken, maar dat hij aanstaat. Sorry. Dan kan je het mooie effect zien. Maar ik vind hem als hij uitstaat ook al echt prachtig. Hier ben ik heel blij mee. Oh, en deze kost €8,50. Dan heb ik deze gekocht. Plastic wijnglaasjes. Ik heb al 2 andere plastic wijnglazen. En ik dacht, nou, met 4 kom ik net iets verder. Dus heb ik deze ook gekocht. Deze zijn 75 cent per stuk. Ze zijn dus van hard plastic. En ja, in deze periode vind ik het dus leuk om lekker veel in mijn tuin te zitten. Of te picknicken. Of naar het strand. En dan neem je lekker dit mee. In plaats van dat je... van die wegwerp plastic dingen gaat kopen. Dus ik vind deze gewoon nog heel leuk. En dan, veel beter. Die gaan gewoon lekker de vaatwasser in. En dan gebruik ik ze weer opnieuw. Dan heb ik ook nog onderzetters gekocht. De onderzetters die ik had, zijn volgens mij echt al 8 jaar oud. En waren niet eens van mij trouwens. Maar waren van die standaard zilveren IKEA. En ik vond ze niet zo super leuk. En toen zag ik... dit. En ik weet niet of het iets anders is dan een onderzetter. Maar volgens mij zijn dit gewoon onderzetters. En ik vind ze super vet. Dit kleintje was 75 cent. En er zitten ook van die drukkertjes onder, zeg maar. Dus dat je hem gewoon lekker neer kan zetten. Misschien is het ook wel ooit geweest om kaarsen op te leggen of iets anders. Maar ik denk dat dit prima moet werken als onderzetter. En dan had ik deze, een grotere. Daar kan dus bijvoorbeeld een grotere pan op of een grotere ovenschaal of 2 kleinere dingetjes. En samen op tafel is wel heel erg leuk natuurlijk. En deze grote is €1,25. En de kleur past super erg goed bij onze tafel. Dus ik vind het echt een hele leuke match. En ik vond ze gewoon wel gek of zo. Onderzetters vind ik gewoon niet heel erg vaak super mooi. Of ze zijn super leuk en dan zijn ze ook weer wat prijziger. Dus ik ben heel blij dat ik deze heb gevonden. En mijn oude onderzetters die doe ik nog niet weg. Stel ik heb een keer een verjaardag en er moet nog wat meer... ik wilde zeggen ondergezet worden. Op een ondergezet moeten worden, dan heb ik die gewoon. Want ik heb er nu 4 in totaal, 4 onderzetters. Ik weet niet of dat veel is of weinig eigenlijk, of normaal. Ik denk dat dat gewoon normaal is. Ik deed dat met 2 en had soms namelijk tekort. Dus ik ga nog niet die andere wegdoen. Dit is wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vindt. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan even het woord. Proost achter, want ik heb zin om iets lekkers in te schenken. Het is mega lekker weer. Dus ik ga weer naar buiten. Bedankt voor het kijken. Doei doei!